oh, dit is niet aardig wat hier gebeurt. Volgens mij een grotere broer of zus die pikt alle wormen weg van het allerkleinste. Hey, Noelle hier, jullie video ranger. Ik ben heel erg benieuwd welke rol jij in het gezin hebt. Ben jij een grote zus? Ben jij een grote broer? Ben jij de jongste? Ben je de middelste? Ben je de vader of de moeder? Bij stokstaartjes is de rolverdeling heel erg duidelijk. En er zijn dus 5 jonge stokstaartjes in Burgzoo. En die ga ik dus vandaag voor het eerst zien. Ik heb afgesproken met een dierenverzorger. En dat is dierenverzorger... Danny. Danny! En dat is de allereerste keer dat wij een video gaan opnemen. Ja, nu moet het toch echt eens gebeuren. Ja, precies. En ben je zenuwachtig? Of denk je van, ik kan alles vertellen? Ik denk dat het wel goed moet komen. Ja? Ja. Ben je wel geabonneerd op het YouTube-kanaal al? Zeker. Dus heb je het nog niet gedaan? Abonneer. Voor meer. Wauw, dit is echt... Oké. We gaan vaker video's maken. Top. Maar ik hoop dat jij maar alles kan vertellen over de stokstaartjes. Maar mag ik ze alsjeblieft eerst zien? Want het zijn 5 kleintjes. Als, als je meer loopt, dan gaan we ze even van dichterbij bekijken. Oké. Ja. Daar zijn ze. Hallo. Hey. Oh, ze zijn heel klein. Ze zijn de kleine muisjes. Oh, dit is echt heel lief. Ja, ze zijn al wel flink gegroeid. Ze waren eerst nog veel kleiner. Oh. Oké, het zijn er 1, 2, 3, 4. En daarachter staat nog de vijfde. En daar is de vijfde. Oh, maar die is echt mini. Ja, die is wel een stukje kleiner. Maar... Ja. Hey, maar over de stokstaartjes. Er zijn dus 5 jonge stokstaartjes. Ja. Hoe lang geleden zijn die geboren? Ze zijn begin september zijn ze geboren. Ik weet dus al, bij stokstaartjes is de rolverdeling in het gezin heel duidelijk. Ja. Heb jij broers of zussen? Ja, 1 broer heb ik. 1 broer, dus jij bent de jongste. Ja. Heb je dan ook echt een duidelijke taak in huis? Of valt het dan mee? Nee, ik heb wel mazzel met mijn moeder. Die doet aardig veel. Dus ik heb het aardig luxe. Is dat bij de stokstaartjes ook zo dat de moeder alles doet? Nee, de moeder heeft het ook aardig luxe. Want die hoeft alleen voor de melkproductie te zorgen. Oh. En dan de broers en de zussen die hebben een zwaardere taak. Maar daar vertellen we zo meer over. Oké. Oh, kijk nou, sorry. Ja, dat is zo lief. Ik moet even dit laten zien. Ze zitten nu echt allemaal bij elkaar. Hé, maar hoe zit het in elkaar, zo'n gezin bij de stokstaartjes? Nou, er is 1 dominant koppel. En dan, ja, de man en de vrouw. Ja. De eerste keer zijn ze nog met z'n tweeën als groepje. Ja. Als ze de eerste keer jongen hebben gekregen, dan doen ze de opvoeding zelf. Want alleen... De vader en de moeder, die fokken met elkaar. En dan de rest, die helpt met de opvoeding wanneer de nieuwe jongen geboren worden. En oké, dus dit zijn een vader en een moeder dan, denk ik? Ja. En zijn het 5 jonge stokstaartjes? Ja, en 5 jongen van voorgaande jaren. Oh, dus dat zijn echt de grote zussen en broers van die kleintjes? Ja, het is 1 grote familie. Wow, we zien hier 1 grote familie. Ja. En wat is dan die rol van die broers en zussen? Ja, die doen eigenlijk van alles. Toch de jongen beschermen, maar ook toen ze het vaste voedsel nog niet kenden, dan brachten ze het voer naar de jongen toe. Dus toch een beetje stimuleren om ook dat te proberen te eten. Wauw. Dus zullen we nu dichterbij gaan kijken? Ja, oké. Is goed, kom maar mee. Oké. We gaan achter de schermen kijken en dan gaan we in het verblijf. Ja. Kijken. En dan moeten we goed opletten dat we niet op een stokstaart gaan staan, want ze kunnen wel aardig, ze zijn wel vlugge dieren, dus ja. Moet je even goed opkijken. Opletten dat ik niet op een stokstaartje ga staan. Ja. Oké. Nou, ze zijn echt die kleintjes. Oh. Pas op, hier zit er... Er zit er gelijk in. Maar we moeten uitkijken dat die niet ontstopt. Ja, als je even doorloopt, dan doen we daarnaar... Hallo liefjes. Wat heb je eigenlijk meegenomen? Ik heb voor vandaag meelwormen. Meelwormen? Ja, en dan krijgen ze ook nog een beetje groente en fruit. En vanavond, als avondeten, krijgen ze dan nog een beetje rundvlees. Oké, want meelwormen krijgen ze iedere dag? Ja, afgewisseld met moriobormen. En
één keer in de week krijgen ze ook nog sprinkhanen. Mm-hmm. Dus genoeg variatie. Ja, in één keer zitten ze in ieder holletje, want ik zie onwijs veel holletjes. En waarom is dat eigenlijk? Ja, stokstaarten hebben meer holen, want mocht er een roofvogel voorbij komen, dan kunnen ze snel weer terug duiken. Tuurlijk, ja. Oké, en Danny, we zien hier al die gangen. Ja. Heeft ieder gezinslid zijn eigen kamer? Nou, onder heel het verblijf lopen meerdere gangen en dan ook met meerdere holen erin. Oh, en, dus het is echt één grote villa eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Oh. En dan vlak voordat de stokstaart jongen gaat krijgen, gaan ze ook een paar dagen naar beneden. Ja. En dan zie je ze ook voorlopig een paar weken, zie je ze ook niet weer boven de grond. Omdat dus ze dan, kunnen ze echt in het donker leven? Ja. Okay. En zijn al die gangen met elkaar verbonden hier? Ja, het is zoals je kan zien in het verblijf zijn er ook meerdere ingangen en uitgangen. Ja. En we hebben een keer rond de 30 in- en uitgangen geteld. Dus dan kunnen ze ook makkelijk de in- en eruit als ze dat willen. Zoals je nu ziet, hebben ze al wel haar. Ja. Maar als ze pas geboren zijn, dan is het eigenlijk net een kitten. Dan zijn ze helemaal kaal en blind. Echt? Ja. Dus dan, kaal en blind? Ja. En dan na 2 weken, dan gaan langzaam de ogen open. Ja. En dan begint het weer meer om een stokstaart te lijken. Oh. En zoals je ook bij de rolverdeling ziet, als ze gaan eten, mm-hmm. dan zie je ook altijd in stokstaart de lucht in kijken of de kust veilig is. Oh, geweldig. En is dat één gezinslid die dat doet, zeg maar, nee, die echt op de uitkijk staat? Telkens wisselen ze af. Okay. Het is omdat ze elke keer een andere taak hebben. Oh, niet dat één heel de tijd zelf moet doen. Ja, het is niet dat de vader dat bijvoorbeeld altijd doet. Nee. Maar tussen de vader en moeder was wel een duidelijke rolverdeling, hè? Ja. Dus de moeder die voedt, zeg maar, en de vader die, wat weet hij? Ja, die wisselt dan ook af met wel wachten. En voornamelijk de broers en de zussen, die verzorgen de jongen meer. Oké. Om voedsel in te brengen en een beetje alles voor te doen hoe het moet. En ik zie nu de jongen gewoon zichzelf voeren. Ja. Dat ja. kunnen ze dus al. Ja, in het begin, toen ze nog niet het vaste voedsel kenden, dan werd het echt naar het jong gebracht. Ja. Maar nu zijn ze al zo oud, dan dat ze al wel zelf weten wat ze kunnen eten en wat niet. Oké. Hey, en dit is al duidelijk dat deze de uitkijk houdt. Ja, normaal staan ze al iets meer overeind, maar... Nou, deze is wel aardig. Het is wel dat hij al hogerop zoekt en een beetje in de lucht in kijkt, dus. Want het zijn toch, kleine roofdieren, maar ze worden toch wel zelf ook gegrepen door roofvogels. En slangen willen ze ook wel eens... slangen ook in het wild? Ja, die kunnen ook stokstaarten aanvallen, maar dan vallen stokstaarten ook terug aan. Het is niet dat ze als een bange schaap op weg gaan rennen. En hoe zou een stokstaart dan aanvallen? Ja, dat is dan gewoon met z'n allen een beetje dreigen. En dan, dus echt als familie komen ze bij elkaar en bouwen ze gewoon een leger om zich te beschermen. Wow. Oh, dit is niet aardig wat hier gebeurt. Volgens mij een grotere broer of zus die pikt alle wormen weg van het allerkleinste. Maar je hebt er genoeg, geloof ik. Dus. Ja. En wat vind jij nou zo leuk aan de stokstaarten? Ja, toch wel. Ja, als ze toch zo klein en rond zijn, dan is het toch dan wel leuk om te zien. Het is gewoon... Een super schattig dier eigenlijk. Maar oké, omdat ze zo schattig zijn, zou ik ze kunnen aaien? Ik zou het niet doen, want waarschijnlijk bijten ze dan wel in je vinger. Nou, oké, jij zegt dus ze zouden wel echt in mijn vinger bijten, maar dat betekent dus wel dat het gewoon roofdieren zijn eigenlijk. Ja, ze jagen ook zeker weten. Het is niet net een hamster die je zoveel kan vastpakken en kan vasthouden. Nou, nu jij dat hebt gezegd, Danny, over dat bijten in die vinger, durf ik echt geen stap te verzetten eigenlijk. Want klimmen ze in mijn been naar boven. Ja, ik denk dat we daar iemand moeten bellen om ons eruit te halen. Nou, dankjewel voor al je mooie kennis over de stokstaartjes. Geen dank. En ik denk dat iedereen die bij Burgershow komt, die ziet ze eigenlijk wel meteen. Want het is een van de eerste verblijven als je binnenkomt. Dus kom kijken, want nu zijn ze nog heel klein en schattig. En dan wil ik jou bedanken voor deze allereerste vlog. Ja, mee. Geen probleem. Superleuk.
En jij bedankt voor het kijken. En vond je dit nou een leuke video, doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Doei doei! Doei!